Ja, Eva, ik ben eigenlijk heel blij dat ik met jou hier voor dit fantastische beeldhouwwerk sta van Constantin Meunier. Het is een beeld van het einde van de 19e eeuw. Het is eigenlijk een heel eenvoudig vrouwenportret. Een dame, ik zal het maar een dame noemen, want ze maakt indruk op mij. Ook al gaat het volgens de titel om een volksvrouw, zo'n woord dat wij vandaag niet meer echt gebruiken, denk ik. Maar laten we zeggen een arbeidersvrouw. Die in mijn ogen het niet echt makkelijk heeft. Ze kijkt ons niet aan. Ik heb wel de neiging haar aan te kijken, maar haar blik zoekt een beetje een uitweg, denk ik, uit ja, misschien de situatie waar ze niet echt graag langer zou in vertoeven. Ze heeft iets ja, misschien aandoenlijks, maar vooral ook iets heel kwetsbaar. Dus ik vind het eigenlijk wel heel sterk hoe de beeldhouwer Meunier in één figuur, ik moet eigenlijk bijna zeggen een halve figuur, de situatie van een hele generatie of een hele maatschappelijke groep mensen hier in België eind 19e eeuw uitbeeldt. Dus zonder echt pathetisch te zijn, maar raakt hij ons eigenlijk met ja, de hardheid van het bestaan en die hij in een soort kwetsbaar beeld weet om te zetten. Wat vind jij ervan? Ik vind het prachtig. En Marianne, ik vind het ook een heel goede keuze om het te hebben over gelijkheid vandaag. Gelijkheid is zo'n fundamenteel principe in mensenrechten. Het zit eigenlijk in alle andere mensenrechten vervat en het is er tegelijk de basis van. We hebben die mensenrechten omdat we fundamenteel allemaal gelijk zijn. Als mens. Wat dit kunstwerk ook heel goed uitdrukt, is eigenlijk een soort van revolutie in ons denken dat de mensenrechten ook verbeelden. Van een samenleving waarin het normaal was dat mensen niet gelijk waren, hè, dat mensen tot een klasse behoorde, een groep, en daar, zeker als dat dan de lage klasse was, anoniem in ondergingen eigenlijk, tot ja, het echt naar voren schuiven van het individu, hè, als een houder van rechten en dan die fundamentele gelijkheid van alle individuen, waarbij zeker klasse, hè, of je nu een arbeider was of een burger of zelfs van adel, niet meer mocht uitmaken. Hè, want dat is waar gelijkheid om gaat. Er zijn een aantal factoren die we altijd hebben beschouwd als heel relevant om te zeggen wie wat is en mag en kan. En dan gaan we dat in vraag stellen van telt dat eigenlijk wel? Geldt dat wel? Hè? Is de klasse, de sociaal-economische achtergrond van iemand wel relevant om te bepalen wat de positie van die persoon in de samenleving mag zijn? Ja, want dat is ook fantastisch dat Meunier een borstbeeld kiest. Een genre dat eigenlijk voorbehouden is voor mensen met een zekere positie of status, waarbij dan soms ook de naam of attributen ertoe doen. En in dit geval kiest hij het genre om een volslagen anonieme, onbetekenende vrouw eigenlijk een soort sokkel, een soort ja, bestaan te bieden.